Hallo, welkom terug op het kanaal van Saltje Aquarium. Op dit moment ben ik onderweg naar een zeeaquariumwinkel in Parijs. Aangekomen bij de winkel was het eerste wat mij meteen opviel de Imperator keizersvis en de Xanthurum, oftewel de Purple Tang. Beide vind ik persoonlijk prachtige vissen, maar voor mijn aquarium worden ze gewoon simpelweg te groot. Maar nu ik hier toch ben, vind ik het toch wel interessant om de prijs in de gaten te houden en of deze verschillen met die in Nederland. De Xanthurum was nog wel redelijk goedkoop, deze was ongeveer de helft van de prijs in Nederland, namelijk 55 euro. De keizersvis, oftewel de Imperator, kostte in Nederland 236 euro en in Parijs op dit moment ongeveer 200 euro. Ook weer dus een prijsverschil. Daarnaast hadden ze ook mijn favoriete vis te koop, de gele doktersvis. Ze verkochten een wildvang en deze was ongeveer even duur als in Nederland, dus ongeveer 250 euro. Ze verkochten daarnaast ook nog een van de favoriete vissen van Danielle, de Monodactylus. In de vorige video had Danielle uitgelegd hoe deze aan hun naam komen. Ik ben benieuwd of jij het antwoord hier nog op weet. De mandarijnvissen waren 49 euro, dat is ongeveer 15 euro duurder dan in Nederland. De Amphyrion clarki was ongeveer 5 euro goedkoper dan in Nederland, net als de Chinese pijlvis. Maar ze hadden toch ook een vis die ik niet eerder in Nederland had gezien? Het gaat om de Poconoperca punctata. Dit is een baarssoort en staat erom bekend krabben en kreeften te eten. Daarnaast heeft hij giftige stekels. Als hij komt te overlijden, kan dit gevolg hebben voor je aquarium. Verder was ik uiteraard heel erg benieuwd naar de koralen. Wat mij meteen opviel was dat er heel veel LPS koralen waren en minder SPS. De prijs in de stekkenbak was 20 euro voor één stekje en 3 stekjes voor 50 euro. Maar de bak was al aardig leeg, zag ik. Wat betreft wat grotere koralen verkochten ze deze ook. Deze Scolimia kostte 99 euro. Deze Plerogyra sinuosa was 105 euro. En deze Sacropython green was 149 euro. Naast de afdeling met levende haven hadden ze ook een afdeling met aquaria's en hardware. Hier kwam ik mijn eigen aquarium ook tegen, althans in een andere kleur. Omdat ik toch wel weer nieuwsgierig was, ben ik ook hier weer prijzen gaan vergelijken. Ik kwam erachter dat mijn eigen aquarium ongeveer even duur is als in Nederland, namelijk 1150 euro. Al met al vond ik het heel interessant om een aquariumwinkel in Parijs te vergelijken met die in Nederland. Volgens mij waren er geen fundamentele verschillen, wel waren er hier en daar wat prijsverschillen. Deze prijsverschillen waren wat mij betreft niet hoog genoeg om ervoor heen en weer naar Parijs te rijden. Ondanks de beperkte winkelruimte hebben ze wel optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die ze hebben. Zo was er naast de zoutwaterafdeling ook een zoetwaterafdeling. Vond je dit filmpje leuk? Overweeg dan om te abonneren op dit kanaal. Liken mag natuurlijk ook. En ik zie je graag terug bij de volgende video.